Goedemorgen, vrienden. Hoe is je daar? Mooi. Hoe is je lekker? Ja. Dat klonk misschien een beetje gek, maar ik ben tevreden. Soms ben ik zomaar tevreden. Dan denk ik, nou, eigenlijk best wel tevreden met mijn leven zo. Hè? Lekker zonnetje erbij. En ik ben tegenwoordig aan het sporten heel erg. Dus ik ben minder dik aan het worden. Tenminste, nog geen gram afgevallen. Maar het voelt wel goed. En ik eet ook gezond. 'S morgens eet ik dus magere Franse kwark met blauwe bessen en muesli. Ja, dus niet kruisli met allemaal suiker en honing en troep. Nee, muesli. Eigenlijk is het niet te vreten. Maar ik voel me er goed bij. Nee, ik voel me er eigenlijk ook helemaal niet goed bij. Waar het om gaat is dat ik... Het liep een beetje te klauwen. Dus ik denk, ik ga er wat aan doen. Twee keer per week wielrennen, twee keer per week naar de sportschool. En dan 's morgens met die graantjes ontbijten. Verschrikkelijk. Nou ja, wat zit er onder het doosje? Wat heeft ons Achmedje opgestuurd? Laten wij gaan kijken, want ik ben zo benieuwd. Jullie ook? Nou mooi, dan doe ik het doosje open. Daar ging nergens over. Starbucks koffie. Heb ik een hekel aan koffie? Nee! Koffie is een, laten we zeggen, een levensader voor ome Jan. Als ome Jan 's morgens geen koffie drinkt, is hij de dag tot een uur of pak een beetje tante Greet, 2 's middags niet te harden. Ik heb koffie nodig, ik heb die cafeïne nodig in de ochtend. Betekent dat dan dat het gezond is? Nee, dat betekent dat je verslaafd bent. Ik ben dus verslaafd aan de opwekkende, opkikkerende stof, cafeïne. En kan 's morgens dus niet normaal functioneren als ik het niet heb gehad. Wat ben je dan? Dan ben je een junk. Maar zolang het koffie is en geen crack, denk ik dat het allemaal nog wel meevalt. In ieder geval, ik hou van koffie, ik drink veel koffie. En ik heb dus ook zo'n machine waar je dit soort dingen in sodemietert. Wat voor koffie drink je dan, Jan? Nou, dat is heel grappig. Ik heb hier ooit een review gehad over espresso's. En ik drink sterke koffie. Zwart als mijn ziel. Geen melk en baasje, blitz zeg. Ik ben toch geen wijf zeg. Maar zwart als mijn ziel. Ook geen suiker. Dat vind ik ook niet. Dan drink je bijna geen koffie meer. Nee hoor, gewoon zwart als mijn ziel. En dan zo sterk mogelijk. Dus dat je naar binnen hebt. Dat je denkt, zo. Had ik ook een biels mee kunnen teren. Echt dikke, vette espresso. Liever gezegd, ristretto is nog beter. Dat doet nog meer pijn. Dat heb ik toen hier gereviewd. En ik had verschillende pakjes. Ik had ook voor Starbucks, geloof ik, een espresso van Douwe Egberts. En van Café Royal. God, hoe heet het nou? Ja, dat was Café Royal. En die vond ik dus het lekkerste. En sindsdien drink ik die altijd. Altijd die Café Royal. Ja, ik ben licht autistisch. Dus als ik iets heb gevonden wat mij bevalt, waarom zou ik dan switchen? Nu blijkt, dat hoorde ik achteraf, dat die Café Royal in Zwitserland, want het is Zwitserse koffie, net als ze daar koffievelden hebben, koffiebonen kweken. Maar dat het meest goedkope, smerige koffie is die ze verkopen bij de Aldi. Betaal je bij de Albert Heijn, betaal je 3 euro voor een pakkie. Kost daar nog geen 50 cent, omdat het meuk is. Wel lekker in de markt gezet. Maar dat doet er even niet toe. Daarbij had ik dus toen ook Starbucks koffie. Heb ik iets tegen de Starbucks? Ja, ik vind het een verschrikkelijk overdreven concept. De koffie is niet eens echt heel erg lekker. Het is heel erg moeilijk. Die mensen doen moeilijk. Die bedrijven zijn moeilijk. Alles is er moeilijk. Wat een moeilijk gedoe zeg. Die mensen die je ook gaan helpen achter die balie. Die doen gaf verdikken net of het kunstenaars zijn. Hallo, je bent een kop koffie aan het zetten. En je kan goed melk kloppen. Zeg, jezus, ik kan nog een aap leren melk kloppen. Oh ja, maar je kan er een leuk vormpje mee maken met cacao. Nou, thumbs up. Oh god. Vandaar dat je ook zo arrogant tegen me doet. Als ik 3,80 euro moet afrekenen voor één zo'n bakkie pleur. Nou, je hebt het gemaakt in je leven. Nou. Oh, hey, ik begrijp die attitude wel hoor. Want je zet koffie. Best bij Starbucks. Ongelooflijk. Dus als ik een Starbucks zie, dan zeg ik, godverdikke dee. En mijn dochter zegt, daar wil ik naar binnen. Want hun marketing is natuurlijk ook fantastisch. Want het is natuurlijk helemaal te toppie hoppie boppie als je Starbucks koffie drinkt. De meeste mensen die erheen gaan houden niet eens voor koffie. Hè? Die flikken er zoveel suiker en melk in dat ze de koffie maar niet hoeven te proeven. Maar het is ook niet helemaal mijn ding. Dus ik zou het ook nooit kopen, want tegenwoordig kan je dus ook die Starbucks rotzooi in de supermarkt kopen. En waarom zou het? Volgens mij is het nog hartstikke duur ook die bende. Goed,
Ik had dus vorige keer de espresso. Wat heb ik nu? De Sumatra. Nou, hartstikke leuk. De original Sumatra. Wat hebben we hier? Nou, kijk eens. Original Colombia. Die hoef je niet op te drinken. Die gaat door het neusje. En de Italian stijl koffie. Mamma mia, pizzeria. Ik zit er lekker in vandaag, hoor. Simsalabim. Daar heb je hem. Ja, even aanzetten alvast. Dan kan hij opwarmen. Italian, Colombian, Sumatra. En Sumatra, dat ligt in Indonesië. Ooit onderdeel van ons land. En nu niet meer, ja. Ik heb eitbommen. Dit zit maar geen moer. Dus Zuid-Amerikaans. Europees. Aziatisch. Mooi, hè? Ja, onze reviews is internationaal. Hij is wel warm. Goed. Dan beginnen we met op de Sumatra te zetten. Hartstikke leuk. Nou, ja, dat duurt niet. Dit gaat even duren. Ja, jongens, dan moeten we maar even. Ik doe ook wel kleine bakjes. Daar moeten we maar even tijd voor vinden dan. Kijk nog op die de Sumatra. En dit is lang. Ja, dat is mij ook een bakkie. Maar goed, dat maakt niet uit, want we moeten het proeven. God, hoe doe ik dat? Oh ja, dan doe ik het zo. En anders weet ik natuurlijk niet welke welke is. En dan gaat het al helemaal nergens meer over dit gebeuren. Hoe heet die? De Italiaan. Hartstikke leuk. Dan maak ik alvast de Colombiaan ook open. Hé, hey, zit het poeder in een kuipje gedaan? Nou, schiet op. Goed zo. Dat is de Italiaan. Zo. Jezus, het is ingewikkeld dit. En dan hebben we hier. Colombiaan. Goed. Colombiaan, Italiaan, in Indonesië. Ja, ik kan niet bij die glaasjes door opstelling nu, dus ik doe het gewoon zo, zo en zo. Zien we verschil? Nee. Jawel, we zien verschil. De Colombiaan die is wat minder donker. Ja, niet dat dat veel uitmaakt, maar kijk, het gaat er ook om dat ik een beetje op de details let. Ik begin met Sumatra, ik doe gewoon zo, hoppatee. De Sumatra. Nou, lekker. Hij ruikt zuurig. Dat is niet lekker. Koffie moet niet zuur zijn. Nou. Hij smaakt niet zuur. De Sumatra van Starbucks is een pittig bakkie. Ik vind hem een beetje gepeperd. En dat vind ik wel lekker. Hij is niet heel sterk. Ik heb niet het gevoel dat je denkt, god, jezus, wat een sterke koffie. Hij rookt wat zuurig, maar hij smaakt niet zuur. De Italiaan. De Italiaan is een stuk sterker. Dit is weer mijn koffie in de vorm van dat het gelijk al toegaat naar een ristretto. Oftewel, klap van je kanus van de sterkte. Hij is minder gepeperd. Deze is meer gepeperd. Dit is gewoon hele sterke koffie. Is het hele lekkere? Is niet vies. Het is niet speciaal. Het is niet een koffie. Het is geen. Het is lekkere sterke koffie. En die Italiaan stijl. Maar ik vind het niet heel speciaal. Maar goed. Dan gaan we naar de Colombiaan. Die zou misschien wel heel speciaal kunnen zijn. Ja jongens, weet ik veel. Ik zit hier toch ook maar wat te doen. En de Colombiaan. Die is heel gepeperd. Die brandt helemaal in mijn keel. Ah. Oh, die doet helemaal pijn in mijn keel. Die is echt. Hij smaakt een beetje laf. Maar hij brandt erg in mijn keel. Dat is geen prettige situatie. Ja, dan betaal je godverdikke, weet ik, voor 4 euro voor zo'n buis met 10 van die dingen. Misschien wel meer. Weet ik het.
En wat ik eigenlijk krijg, pijn in je keel. Nou, dat is niet de bedoeling. Ja, er valt niet zo heel veel meer over te zeggen, jongen. Ja, ik kan wel zo met een rook, zo. Zoals die koffieproeven doen. Maar dat zegt me toch nog steeds geen ene reet. Nou ja. Tijd voor de cijfertjes! En de cijfertjes voor de Starbucks koffie. Ik zou het gewoon lekker niet kopen, jongens. Het is veel te duur. Maar goed, daar ga ik niet over. Daar gaat het af met over. Het is al simpel. De Sumatraan doet pijn in mijn huig. Daar drink ik koffie voor. Ik drink koffie voor om dat ik het lekker vind. Ik drink koffie voor om wakker te worden. Ik drink geen koffie om pijn in mijn kanus te krijgen. Dus deze krijgt een 4. Getverdikke. De Starbucks Sumatra is een beetje zuur aan het begin. Maar als je hem drinkt, is hij zacht en nog wel gepeperd. Het is een gepeperde, zachte smaak. Wat het fijn maakt. Het is gewoon een lekker bakje koffie, hoor. Dat is echt een prima bakje koffie. Die krijgt van mij een 7. Dat komt denk ik door de Colombiaanse koffie. Dat ik daarvan ga niezen. Snap je? De winnaar voor mij is toch de Italiaan. Omdat het gewoon een hartstikke sterke koffie is. Hij is niet echt per definitie super, 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 super goed. Dus hij krijgt helemaal geen 8. Hij krijgt net als die een 7. Maar ja, ik vind het een prettigste. Omdat hij gewoon, dat je denkt, jezus, koffie. Je kan hierna wel 10 trappen oprennen. En van dat soort koffie hou ik. Dus de winnaar is de Italian Style Roast koffie. En die vond ik het lekkerste. Maar goed, ik koop gewoon die Zwitserse meuk waar ik veel te veel voor betaal. Maar bij de Aldi te krijgen valt in Bern. Maar dat doet er niet toe. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Heb een mooie dag. En... Doch.